Je kan niet opvoeden zonder autoriteit. Je kan geen onderwijs geven zonder autoriteit. Dus is het heel erg belangrijk dat die gaan nadenken over hoe gaan wij een nieuwe, een andere vorm van autoriteit installeren, want zonder kunnen we niet. Een meerderheid van de leerkrachten denkt dat ADHD een duidelijk ontdekte medische hersenziekte is, maar dit is onzin. Een leerkracht kan dit niet alleen, per definitie niet. Paul, ik wil het vandaag graag met jou hebben over autoriteit. Daar weet je alles over, want je hebt er een boek over geschreven. Autoriteit klinkt voor veel mensen, denk ik, vandaag een beetje als een vies woord. Mag ik dat zeggen? Ja, duidelijk. We hebben het er moeilijk mee, maatschappelijk gezien. En terzelfde tijd kunnen we er niet onderuit dat we het op een of andere manier toch nodig hebben. Mensen onderwerpen zich veel minder aan een aantal vanzelfsprekende regelgevingen of wetten, dus dat is allemaal een stuk aan het schuiven. En dan krijg je die klassieke, en dat is altijd hedendaagse, roep om terug law and order te installeren, om terug te keren naar de goede oude tijd van toen. Ja, dat werkt natuurlijk niet meer, hè? Dat lukt niet. Het is veel belangrijker van ons de vraag te stellen hoe het komt dat die autoriteit die er tot pakweg anderhalve generatie geleden was, hoe het komt dat die niet meer werkt. En dan kunnen we begrijpen waarom het niet meer werkt en wat we daar kunnen aan doen. Want wat je nu ziet vandaag, en dat zie je ook in scholen, maar dat zie je ook maatschappelijk gezien, is dat men probeert terug opnieuw autoriteit te installeren. En doet men dat dan op een foute manier soms, ja, volgens u? Ja, nadrukkelijk, want het werkt niet. Ja. Men is er eigenlijk heel naïef over. Men denkt van, vroeger was er te veel autoriteit, nu is er te weinig. Dus gaan we de vijs weer wat aanspannen, gaan we het wat strenger doen en dan komt het weer goed. Dat proberen we al 15 jaar en het wordt alleen maar erger. Dus dat betekent dat die oplossing niet werkt, omdat de beschrijving van het probleem verkeerd is. Het is geen kwestie van meer of minder autoriteit. En dan komen we bij Hannah Arendt. En naar het onderscheid tussen macht en autoriteit. En dat is heel belangrijk en ook heel sterk van toepassing voor onderwijzers en leerkrachten in de klas, want dat zal voor hen wel herkenbaar zijn. Als we het hebben over macht, laten we daarmee beginnen, dat is het makkelijkste. Macht gaat altijd over twee instanties, twee personen. In dit geval, het meest makkelijkste voorbeeld, een leerkracht tegenover een leerling. De een tegenover de ander en je krijgt een confrontatie en er is een winnaar en er is een verliezer. En eigenlijk betekent dit dat die confrontatie meteen de volgende voorbereidt. Want degene die verloren heeft, die gaat dan proberen terug te pakken. Het is bijna een machtsspelletje eigenlijk. Ja, ja, en het gaat dus eigenlijk over wie is er de sterkste. Dat is typisch een duale verhouding, een verhouding van 1-1. Situaties in het onderwijs botsen daar nu op. Een 1-1 situatie. De school tegenover de leerling, de leerkracht tegenover de leerling. En dat werkt niet. Dat is... Leerkrachten hebben ook het gevoel dat leerlingen dat soms een beetje uitlokken bijna. Ja, dat klopt. Mm-hmm. Ja. Dat, omdat de situatie zich toe leent. En dan komen we bij autoriteit, die op een volledig andere manier functioneert. Dus macht is duaal. Twee termen, tweeledig. Autoriteit is drieledig en berust eigenlijk op een structuur. Er is autoriteit aanwezig in een groep tussen persoon A en persoon B, omdat zij twee een derde iets buiten henzelf erkennen. Dus er is een externe grond, een gedeelde grond, een gemeenschappelijke grond, waar zij alle twee of heel die groep geloof aan hecht. Dat wordt door hen erkend. En op grond daarvan zijn ze bereid zich vrijwillig te onderwerpen aan de normen en waarden die daarin aanwezig zijn. Als we nu kijken naar de traditionele autoriteit, en het is de eerste keer dat ik die uitdrukking gebruik, wat dus meteen betekent dat er ook een andere autoriteit bestaat. Dus die patriarchale autoriteit heeft gedurende pakweg 2000 jaar gefunctioneerd op grond van het feit dat wij geloof hechten aan dat patriarchale. En dat was een mengeling van het religieuze, filosofische en politieke systeem. En iedereen aanvaarde dat. En dat werd niet in vraag gesteld. Goed, als je dat nu terugbekijkt vanuit die analyse van Hannah Arendt, dan kun je daaruit een heel belangrijke conclusie trekken. De traditionele autoriteit functioneert niet langer. Om de heel eenvoudige reden dat de bestaansgrond ervan verdwenen is. Dat derde punt, dat externe punt, daar hechten we geen geloof meer aan. Letterlijk geen geloof. Dus dat zakt als een plumpudding in elkaar. Vandaar ook bij veel leerkrachten de handelingsverlegenheid. Ze moeten gezag
dragen, ze moeten gezag kunnen uitoefenen, maar waarop kunnen ze zich gronden? Ze weten wat ze moeten doen, maar ze hebben precies geen grond meer, want die traditionele grond, daar geloven ze zelf niet meer in. En er is precies nog geen nieuwe. En dan vervalt men in macht. En dit is geen goed idee natuurlijk. Hè. Dus de enige goede oplossing, dat is dat we op zoek gaan naar een nieuwe grond, een nieuwe externe gedeelde grond voor een nieuwe vorm van autoriteit. U zegt, ja, dat moet maatschappelijk een nieuwe externe grond worden, maar ondertussen zitten die leraar natuurlijk in hun klas. Ja. Met die leerlingen waar ze... Ja. Die ze niet meer in de hand kunnen houden, om het zo te zeggen. Ja, wat kan je dan doen als leraar als je zegt, ik wil nu proberen van weer dat gezag te dragen? En u noemt het uitdrukkelijk gezag dragen, niet gezag hebben. Ja. Ja, het eerste antwoord is misschien het belangrijkste. Een leerkracht kan dit niet alleen. Per definitie niet. Het idee van een korps, van een schoolproject, waarin een bepaalde visie uitgedragen wordt, waarnaar men zich kan refereren, is ontzettend belangrijk. En dat moet dan ook uitgedacht worden op een nieuwe manier. Niet meer dat patriarchale van vroeger van boven naar beneden, de 10 tafelen die vanuit de berg naar beneden gebracht werden. Zo werkt het niet meer. Het wordt horizontaal uitgedacht door de groep, bottom-up, en gedragen. En dus dan het gaat ook niet om het herschrijven van het schoolreglement, om het nu eventjes... Als er autoriteit aanwezig is in die groep, bijvoorbeeld in een school, dan heb je nauwelijks een reglement nodig. Omdat iedereen min of meer dezelfde gedeelde normen en waarden heeft, iedereen weet min of meer waar hij of zij zich dient aan te houden en doet dat ook. Er bestaat een vertrouwen daarin. Als dat wegvalt, dan moet alles op papier komen. Dat is wat je nu toch ziet gebeuren in school. Dat is reglementen worden niet alleen maar langer. Niet alleen op school. Hè. Het gebeurt ook in het bedrijfsleven. De contracten worden hoe langer, hoe uitgebreider. Dus alles moet gedefinieerd worden. Elke eventualiteit moet op papier staan, juridisch. En als het er niet op staat, dan is het niet geregeld en mag alles, bij wijze van spreken. En dat zie je ook bij de scholen. Dat zie ik ook op de universiteiten. Toen ik student was, was dat examenreglement hoop en al anderhalf A4'tje. Nu is het ondertussen boven de 100 pagina's en worden de discussies al tot op de rechtbank gebracht. Ja. En dit werkt niet. Dus heel eenvoudig, het werkt niet. En u zegt dan, als we dan die nieuwe vorm van autoriteit zouden kunnen installeren, dan kan dat schoolreglement bij wijze van spreken weer Ik ben ervan overtuigd dat schoolreglement heel sterk zal beperkt worden. Omdat we op dat ogenblik een nieuwe vorm van controle zullen krijgen. Dus als we het hebben over autoriteit, dan hebben we het ook over hiërarchie. Zonder twijfel, het is niet omdat we over het horizontale spreken dat er geen hiërarchie zou zijn. Als we het over autoriteit hebben, dan betekent dat er daar ook altijd een bepaalde vorm van controle aangekoppeld is. En dus ook een bepaalde vorm van angst. Want iedereen wordt gecontroleerd. Nu, binnen die traditionele autoriteit kwam die van bovenuit. Met hetgeen dat in de huiskamers in Vlaanderen boven de schouw ging van God ziet ons, hier vloekt men niet. We werden bij wijze van spreken altijd en overal gecontroleerd, tussen aanhalingstekens, van bovenuit. Binnen een horizontale autoriteit kregen we dus sociale controle. We worden dus gecontroleerd door diegenen die naast ons staan. Door de groep dus al. Door de groep. Mm-hmm. En dat is veel dwingender. En dat betekent dat je minder regels nodig hebt, omdat die controle er aanwezig is. En dat zie je. Je kan heel snel zien, dat zijn groepspsychologische processen, als een groep gevormd wordt, hoe er binnen die groep een aantal ongeschreven regels ontstaan. En hoe iedereen bij wijze van spreken erover waakt dat de ander ook die regels volgt. Dat krijg je ook op het ogenblik dat er een nieuwe vorm van autoriteit komt. Als je dat dan betrekt op een klas, neem ik aan dat leerlingen dan bij wijze van spreken elkaar gaan controleren. Of dat ze in het ideale, in het ideale geval zal dat inderdaad gebeuren. Je kan gemakkelijk voorbeelden vinden van 16-jarigen die een andere 16-jarige zullen bij een toom houden. Ze zeggen van, allee, toe, stop dat nu een keer mee. En al lang als ze ouder worden, neemt dat toe, zoiets. Maar dan kan je ze er ook bij betrekken met het schoolproject. Ja, dus inspraak van leerlingen moet volgens u dan wel kunnen om zo'n nieuwe grond te kunnen installeren? Ja. Die inspraak zal meer en meer spontaan gebeuren, omdat we zien dat er op het vlak van de opvoeding ook dezelfde wijziging al plaatsgegrepen heeft. Ja. De opvoeding die mijn generatie nog meegemaakt heeft, was dus dat typisch patriarchale. En dat kan je samenvatten met één zinnetje.
wacht maar totdat uw vader thuis komt. Dat was eigenlijk de opvoeding van mijn generatie. Ik heb een heel goede vader gehad, dus geen probleem wat dat betreft. Maar goed, dat toont meteen waar dat macht en autoriteit lagen. Als ik nu vergelijk welke opvoeding mijn twee kleinkinderen meemaken, die waren tot voor kort 1 dag per week bij ons thuis, mijn vrouw werkt niet meer. Andere dag van de week waren ze bij de andere grote ouders, die werken allebei niet meer. En 3 dagen per week waren ze in de crèche. Ja. Goed, wie voedt er die op? Jullie allemaal, denk ik. Die worden opgevoed door een groep. Ja. En nu kan je zeggen, want het was vroeger ook het geval, maar die groep, 2 generaties geleden, dat was die patriarchale piramide. En iedereen had dezelfde ideeën en daarin kende iedereen zijn plaats. Dat is vandaag de dag verdwenen. Ik wil nog even terugkeren naar de directeur. Het was een beetje zoals vader die vroeger thuis kwam van zijn werk, was ook de directeur. Ja. Bijna een dreigement, hè? Een laatste redmiddel voor leraren. Ja. Als je nu niet ophoudt, stuur ik u naar de directeur. Ja. Ja. Dat werkt dan ook niet meer in die nieuwe soort autoriteit? Dat werkt niet meer in de nieuwe vorm van autoriteit. Als men daarvan uitgaat, als men daarbij ervan zou uitgaan dat die directeur nog altijd die topfunctie inneemt van bovenop die piramide, dat werkt niet meer. Dat neemt niet weg dat ook binnen een horizontale autoriteit er drukkelijk hiërarchie en hiërarchische knooppunten aanwezig zijn. En de directeur is er daar één van. Maar die krijgt een andere functie, die heeft die coachende functie, die sturende functie, om ervoor te zorgen dat het blijft draaien. Nu, we hebben al hele tijd over leerlingen die mondiger worden, hè, want dat is ook een taak van leraar om van leerlingen kritische burgers te maken. Je hebt dus enerzijds die mondige leerlingen, maar je zit toch ook nog wel met een bepaalde groep en die blijkt ook steeds te groeien. Leerlingen die echt gedragsproblemen vertonen. En het is geen geheim dat we steeds meer kinderen hebben met zogenaamde stoornissen, met gedragsproblemen. Ze zijn de symptomen van een maatschappij in volle verandering. Hè. Verwachten dat de school dat allemaal gaat oplossen is een illusie. Dat gaat niet. Dat de school daar op een bepaalde manier wel ook rekening mee moet houden en moet proberen een aantal dingen te doen, is duidelijk. Kun niet anders, bedoel. Maar die school gaat die problemen niet oplossen. Daar zijn wel een aantal andere zaken ook voor nodig. En, u bedoelt dan echt... Medicatie, psychiatrische zorg? Zeker geen medicijnen, zeker niet. Het idee dat we dit met medicijnen kunnen oplossen, dat is een van de grootste misvattingen van onze tijd. Dat is alleen maar een gemakkelijkheidsoplossing. Wetenschappelijk gezien, ik sta in de wetenschap, dus ik kan dit met recht en met autoriteit stellen. Wetenschappelijk gezien is er daar geen enkel bewijs voor, maar geen enkel. Voor geen enkele van die stoornissen. Ja. En het is een zeer slecht idee van heel jonge kinderen zoveel medicatie toe te stoppen en het lost niks op. Dit is geen verwijt aan de leerkrachten. Eerst en vooral, meer dan van de leerkrachten denkt dat ADHD een duidelijk ontdekte medische hersenziekte is, maar dit is onzin. Dus ze gaan daarvan uit omdat ze dat wijsgemaakt geworden zijn. Je ziet, als kinderen op een andere manier aangepakt worden, maar dat vraagt veel meer tijd en veel meer investering, dat het bij een groot aantal van die kinderen, niet bij allemaal, maar bij een groot aantal van die kinderen veel betere effecten heeft. Nee, we hebben simpelweg meer tijd nodig en meer mensen. Maak die klassen kleiner. Zorg ervoor dat er een betere omringing is. En dat zal geen mirakeloplossingen brengen hoor. Daar ben ik van overtuigd. Maar als je ziet hoe weinig er geïnvesteerd wordt, letterlijk en figuurlijk, in het onderwijs. Ja. Dan is het niet zo verwonderlijk dat die scholen dat niet meer aan kunnen. Hè. Ik ga het een beetje sterker uitdrukken. Ik vind het schandalig dat we er niet in investeren.